Mensen, lieve mensen, ik ga het kort houden, want ik kan niet zo goed speechen als mijn vader vroeger deed. Maar ik wil echt wel even een heel kort momentje voor jullie aandacht. Ik zou deze week had ik op de lijst staan om een speech voor te bereiden, maar door alle druk is het niet gelukt. Dus ik ga het gewoon lekker spontaan doen. Ik vind het ongelooflijk bijzonder dat jullie hier allemaal zijn. De reunie van de carnaval. Het is een van de meest bijzondere, roemruchte periodes in Middelburg-Zuid geweest. Dat mogen echt duidelijk zijn. En ik kan alleen maar zeggen dat ik ongelooflijk veel bewondering heb voor wat ieder al die 20 jaar gedaan heeft. Alles zelf gemaakt, alles zelf geregeld, dag en nacht doorgewerkt. Alles puur vrijwillig. Diep respect voor wat jullie en jullie ouders, grootouders, andere familieleden allemaal betekend hebben voor de carnaval. En daar wil ik eigenlijk gewoon een applaus voor. Even heel kort wil ik ook nog aangeven. Ik heb de meeste van jullie heb ik gesproken. Ik heb ongelooflijk veel materiaal kunnen gebruiken om dit mogelijk te maken. Plakboeken, videomateriaal, kranten, krantjes, scripts van de lach in met alle liedjes erop. Het is echt ongelooflijk. Daar kunnen jullie nu van genieten. Ga ervan genieten. Het is echt heel bijzonder. En ik vind het gewoon een waanzinnig bijzondere mijlpaal. Er is eigenlijk nog wel één ding wat ik graag nog met jullie zou willen doen. En daar heb ik eigenlijk wat hulp voor nodig. En dat wordt een beetje spannend. Maar wij hebben namelijk sinds 1971, en met wij bedoel ik bij Maandenblussers Middelburg-Zuid, hebben wij een live lied. Wij zijn de Maandenblussers. En wij hebben, hier ligt namelijk, misschien dat Anita eventueel kan helpen. Of iemand anders. Wij hebben hier de tekst liggen. En als we die even met elkaar gaan delen, dan gaan wij twee pogingen doen om even met elkaar Wij zijn de Maandenblussers van Middelburg-Zuid te zingen. Want dit is eigenlijk wel wat erbij hoort. Zijn de Maandenblussers van Middelburg-Zuid. Ik ken het toch al, dit Ja, dat zul je vertellen.